Goedemorgen. Het is 6:30. En ik ben op weg naar mijn dagdienst in Lelystad, de ambulance. De dienst is van 7:00 tot 3:00. Ik zit vandaag met Kees. Het wordt een mooie dag, denk ik, zo te zien aan het weer. Dus ik heb er zin in. Laat me komen. Inmiddels ben ik omgekleed. De dienst gaat zo beginnen. We gaan ons zo inmelden. We gaan zo meteen de auto even controleren. Kijken of alle materialen er zijn. En dan gaan we ons inmelden bij de meldkamer dat we er zijn. En dan gaan we afwachten wat we vandaag krijgen. Aan het begin van de dienst controleren we altijd de hele auto. Of we alles bij ons hebben. Controleren of alles compleet is. De monitor het doet. De tassen compleet zijn. De zuurstof het doet. Kunnen we op pad. Dit is de binnenkant van de auto. Achtercompartiment met brancard. De stoel van de verpleegkundige. Hier hebben we allemaal kastjes. Alle materialen zijn opgeborgen. Hier kan nog een familielid zitten. We hebben glas tussen het achtercompartiment en het voorcompartiment in verband met corona. Dit zijn ook nog kastjes. Er zitten allemaal materialen in. Voor infusen. Bloedsuiker, verbandjes. Intuberen. Nog een intubatiespul voor de B en de A. Infuusvloeistof, maskerballonbeademing en medicijnen zitten er ook nog in. Dit is de uitzuig, beademingsapparaat en onze monitor. We kijken ook natuurlijk uiteraard of alle lampen het doen. Dat is om te zichten. Maar ze doen het. Ondertussen zijn we in het ziekenhuis in Harderwijk. We hebben net een patiënt opgehaald. Die was niet lekker geworden thuis. In verband met afwijkend ECG. Niet echt afwijkend, maar toch wat anders dan normaal. We hebben hem eventjes naar het ziekenhuis gebracht. En we zijn nu in Harderwijk. Nu is het tijd voor een kopje koffie. Even ontspannen. Dit is Melissa, dit is mijn collega. Zij is ambulanceverpleegkundige en ik ga met haar een interview houden. Zoals je ziet staan we bij het AMC in Amsterdam. Deze patiënt was in elkaar geslagen met zijn rolstoel op zijn hoofd, op zijn gezicht. Bij aankomst trof een patiënt met trekkingen, waarop we meteen de tweede ambu hebben laten komen en de traumaheli. Daar hebben we mee afgesproken bij de McDonald's in Lelystad. Die zijn aan boord gegaan en zijn meegegaan naar het AMC. De patiënt wordt nu onderzocht en we zijn benieuwd wat eruit komt. Na de dienst wassen we altijd even de auto weer netjes schoon. En lekker schoon is die weer. Mijn werkdag is weer ten einde gekomen. Ik ben nu thuis, stijf voor de deur. We hebben een leuke dag gehad. Een paar ritjes, leuke ritjes, traumaheli inzet. En dat zijn natuurlijk wel de krenten in de pap voor ons. Verder hebben we soms ook niks gedaan. Lekker gekletst. Ik heb mijn functie als aandachtsfunctionaris weer vervuld door het doen van meldingen bij Veilig Thuis. Ja, zo ziet eigenlijk ook wel mijn ideale werkdag eruit. Weet je, je weet nooit van tevoren wat je krijgt. Elke dag is anders. Je weet nooit bij wie je komt. Wat de aandoeningen van mensen zijn. Waar ze heen moeten. Dus die afwisseling vind ik echt ideaal. En dat geeft ook heel veel voldoening aan het eind van de dag. Wanneer je toch erop terugkijkt dat je goede zorg hebt verleend aan de mensen. En goed hebt samengewerkt met je collega's.
Ik zie dat het eten op tafel staat. Dus dat is mooi. Ik ga mijn weekend beginnen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bij het werk op de ambulance hebben we natuurlijk ook te maken met de beroepscompetenties. Daarbij denk ik aan de volgende 4 competenties. De zorgverlener. Wanneer wij bij een patiënt aankomen, brengen wij de situatie in kaart. Wat is het zorgprobleem? Waarmee kunnen we de patiënt het beste helpen? Hoe kunnen we het beste zorg geven aan de patiënt? Daarmee hebben we natuurlijk ook te maken met punt 2, de communicator. Wij proberen een optimale informatieuitwisseling te doen met de patiënt, eventueel de familie, op een professionele manier, zodat de patiënt het begrijpt en dat we hem in, of haar instructies kunnen geven, mocht het nodig zijn, wat we gaan doen, of we de patiënt gaan vervoeren of niet. Daarbij denk ik ook aan de samenwerkingspartners, want soms nemen we patiënten niet mee, dan blijven ze thuis. Dan wordt overleg met de huisarts, of de huisarts het daarmee eens is. En dan wordt de zorg aan de huisarts overgedragen. Mochten we de patiënt wel meenemen naar het ziekenhuis, gaan wij overleggen met de SCH-arts in het ziekenhuis om de patiënt aan te kondigen, zodat ze weten wanneer wij komen, hoeveel tijd het nog in beslag neemt voordat we er zijn en wat onze verwachtingen zijn van de opvang. Je moet je voorstellen dat bij een hartinfarct de opvang heel anders zal zijn dan bij een trauma. En dan als 4e hebben we de reflectieve professional. Wij trainen heel veel. Wij worden opgeleid als ambulance team op de academie van ambulancezorg. Daarmee verwijs ik ook naar de bron onderaan mijn verslag van deze vlog. Daar worden wij opgeleid. Wij krijgen een 9 maanden durende opleiding. Daarna zijn wij... hebben wij een diploma om het vak uit te mogen oefenen op de ambulance. In de tussentijd en daarna worden we natuurlijk enorm veel getraind. Daarbij moet je denken aan voorbehouden handelingen, trainingen. Dan kun je denken aan kindermishandeling bijvoorbeeld. Grootschalige hulpverlening. En daarbij denk ik ook aan mijn SWOT-analyse. Mijn sterktes heb ik, mijn doorzettingsvermogen, nauwkeurig werken en een open houding. Ja, deze 3 punten hebben we eigenlijk allemaal nodig op de ambulance. Open houding naar de patiënten, open houding naar de verpleegkundigen in het ziekenhuis, open houding naar de patiënten. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Doorzettingsvermogen om ergens achter te komen wat soms niet helemaal doorschijnt in het verhaal. Dat is soms wel eens even lastig. Maar door de goede vraag te stellen kom je er meestal wel achter. Ja, en nauwkeurig werken, ja, dat is natuurlijk een pre. Je kan niks met niet nauwkeurig werken. Nauwkeurig werken zorgt voor een goede zorgverlening. Daarbij komen we bij mijn 3 zwaktes, welke ik heb aangegeven. Dat zijn mijn perfectionisme. Ik wil wel eens perfectionistisch zijn. Kan in mijn voordeel werken, maar soms ook in mijn nadeel, dat ik veel te veel van mezelf verwacht. Ik heb op dit moment nog geen HBOV-diploma, dus ik kan nog niet aan de slag als ambulanceverpleegkundige, maar wel als ambulancechauffeur, zoals ik nu ben. En mijn vaardigheden van de ICT, ja, die laten soms te wensen over. Dus daar wil ik wel zeker mee aan de slag. Daarbij denk ik ook aan mijn kansen. Er zijn voldoende vacatures. Ik hoop op de lange transopleiding na deze HBOV-diploma. We hebben natuurlijk een uitgebreid netwerk voor het lopen van stages. Denk aan de ziekenhuizen, de collega's. En ook de hulp van collega's heb ik erbij gezet. Die mij heel veel kunnen vertellen over de opleiding, de inhoud. Ja, vertellen over het vak. Daarbij denk ik ook aan de bedreigingen. Daarbij denk ik aan de persoonlijke gezondheid. Combinatie van gezin en werk en mijn leeftijd. Ja, dat zijn 4 punten waar ik niet zo heel veel aan kan doen. Maar gewoon goed voor mezelf zorgen en voor mijn gezin. En dan komt het allemaal wel goed. Ik denk dat ik door deze conclusie eigenlijk wel heel erg geschikt ben voor het vak. Ik ben enthousiast, gedreven. Ja, ik zie wel een goede combinatie. Er zijn natuurlijk punten waar ik aan mag werken. Maar ik denk dat dat wel goed mag komen.